Goedenavond. Welkom op deze eerste online bijeenkomst van de Omgevingsvisie Ede 2040. We gaan het vandaag hebben over de toekomst van Ede. Wat komt er op Ede af? Welke keuzes moeten we maken om ook in de toekomst een plek te hebben waar we veilig, waar we prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Nou, die keuzes die legt de gemeente vast in een omgevingsvisie. Die omgevingsvisie die zal de gemeenteraad later dit jaar gaan vaststellen. Maar die hebben we nog niet. De omgevingsvisie is nog niet gemaakt. Dat doen we ook graag met u als inwoners. Met bedrijven, instellingen en organisaties die werken in de gemeente Ede. En met experts van binnen en van buiten de gemeente. En vanavond beginnen we met dat gesprek met experts. We hebben vanavond twee wethouders en vier experts aan tafel. En ik ga ze vragen naar de toekomst van Ede. Nou, dat doe ik niet alleen. U kunt uw vragen ook stellen. Als het goed is, ziet u nu in beeld een WhatsApp-nummer. U kunt de hele avond WhatsAppen naar dit nummer. Die vragen krijgen wij door. En die kan ik stellen aan de gasten die hier aan tafel zitten. Voordat ik die gasten ga introduceren, is het misschien goed om eerst even stil te staan bij wat een omgevingsvisie precies is. Waarom we maken, waarom Ede er een zou moeten maken. En daar hebben we een filmpje over, daar gaan we eerst naar kijken. Ede is een prachtige gemeente om te wonen, werken en recreëren. We zijn niet voor niets de gelukkigste gemeente van Nederland. Wel hebben we natuurlijk ook uitdagingen. Corona maakt bijvoorbeeld duidelijk dat onze woonomgeving erg belangrijk is. Hoe zorgen we dat Ede een prettige plek blijft? Hoe ontwikkelt Ede zich in de komende 20 jaar? In de omgevingsvisie proberen we hier antwoord op te geven en koers voor Ede te bepalen. Want met z'n allen hebben we in gemeente Ede een flink wensenlijstje. Duurzame energie opwekken, mooie natuur behouden, prettig en gezond wonen, duurzame landbouw, genoeg werkgelegenheid en ook overal snel, betaalbaar en veilig naartoe kunnen reizen. Toch is de ruimte die we beschikbaar hebben beperkt. Dus moeten we keuzes maken. Hoe willen we dat Ede er in 2040 uitziet? Onze gemeente heeft veel moois. Met alle dorpen en gemeenschappen is Ede bijvoorbeeld een hele diverse gemeente. Dorp en stad, gelovig en niet gelovig, en ga zo maar door. Ede groeit, zowel natuurlijk als door instroom van buiten. Even enkele getallen. In 1960 telde Ede 55.000 inwoners. Nu in 2021 117.000. Ruim verdubbeld dus. In 2030 zijn dat naar schatting 125.000. Elk jaar kwamen er gemiddeld zo'n 1.000 inwoners bij, waarvan zo'n 600 door eigen groei en 400 van buiten. Ede is een relatief jonge gemeente. Maar net als in heel Nederland neemt het aantal ouderen ook hier toe. We zijn een hele actieve gemeente. Sporten en bewegen vaak en proberen door gezond te eten vitaal te blijven. En als het even minder gaat, dan zijn we zelfredzaam. We kunnen dan rekenen op de steun van dorpsgenoten of mensen van de kerk of moskee. Toch weten we ook dat veel mensen zich eenzaam voelen. Ontmoeten gaat niet altijd vanzelf. Wie denkt aan Ede, denkt al snel aan de Veluwe en de mooie natuur. Helaas gaat het met die natuur niet zo goed. We strooien kalk op de hei om deze weer te herstellen en te behouden. Het klimaat verandert en dat merken we. Bijvoorbeeld door extreme buien, de bossen die verdrogen en voorheen onbekende planten en dieren vormen ineens een plaag. Ondanks alle bomen hebben we geen goede luchtkwaliteit en meten we hoge concentraties fijnstof. Gelukkig kunnen we ook erg genieten van de natuur. Niet voor niets is de Veluwe een van de populairste toeristische bestemmingen in ons land. Het is ons groene kapitaal. Daarnaast hebben we veel ambities. Dat is niet nieuw. Zoals gezegd is Ede vanaf 1960 steeds fors gegroeid. De beelden van de topo-tijdreis laten dat goed zien. We willen graag wat doen aan de woningnood. Mede door druk van buiten zijn er de komende 20 jaar tussen de 10.000 en 15.000 extra woningen nodig in Ede. We bouwen nieuwe woningen in en buiten de bebouwde kom.
Ook hebben we aandacht voor onze kenniscampus met zijn 12.000 gebruikers. Voor ondernemers kijken we naar de uitbreiding van bedrijfsterreinen. Daarnaast willen we niet allemaal stilstaan in onze auto's. Dus breiden we het wegennet uit en zetten we zwaar in op openbaar vervoer en fietsverbindingen. Maar er zijn nog meer ontwikkelingen. Steeds meer boerenbedrijven stoppen. Hoe zorgen wij ervoor dat de overgebleven boeren een duurzaam perspectief krijgen? Hun land komt vrij. Houden wij die beschikbaar voor landbouw? Gaan we die grond inzetten voor de energietransitie, zodat we over 30 jaar evenveel energie opwekken als we gebruiken? Of gebruiken we deze grond juist voor woningbouw en bedrijfsterreinen? Een flinke wensenlijst dus. Maar niet alles kan. We moeten keuzes maken. Hoe willen we dat Ede er in 2040 uitziet? Welke kant willen we op? Dat leggen we vast in de omgevingsvisie. Bij mij aan tafel zitten de eerste drie gasten. Tim van Hattem, expert op het gebied van klimaatontwikkeling. Frits van der Schans, deskundige op het gebied van landbouw en natuur. En Jan-Pieter van der Schans, wethouder bij de gemeente Ede en verantwoordelijk voor de omgevingsvisie. En naast deze tafel zit ook nog Geert Gratema. Geert Gratema is een sneltekenaar. Die gaat deze avond dat wat wij bespreken omzetten in een tekening. En aan het eind van de uitzendingen kijken we terug wat hij ervan gemaakt heeft. Wethouder van der Schans, om maar met u te beginnen. Waarom betrekken we inwoners van Ede bij het maken van een omgevingsvisie? Ja, kijk, het woord zegt het al, omgevingsvisie. En die omgeving in de gemeente Ede, die is natuurlijk niet van dit gemeentehuis alleen. Die is van die 120.000, bijna 120.000 inwoners die we hier hebben. En daarom zeggen we, joh, juist die omgevingsvisie, die moeten we met elkaar opstellen. En daarom vragen we ook zoveel mogelijk input van inwoners, bedrijven en instellingen die hier actief zijn, om te kunnen bouwen naar dat Ede in 2040. Daar zijn we al een klein beetje mee begonnen met de flitspeiling. Ja. Die hebben we eerder deze week, vorige week zeg ik even uit mijn hoofd, gedaan via Instagram. Hebben 700 mensen op gereageerd. Dat is best veel. Dat is best wel veel, vond ik. Want ja, je denkt van, nou, dat zet je dan op Instagram en hoeveel reageert er dan op? 1700 mensen bekeken, 700 mensen op gereageerd. En in die vragen zie je waar het bij die omgevingsvisie om gaat. Waar gaan we huizen bouwen? Wil je dat tegen de natuur aan of juist binnen bebouwde kom? Nou, dan zeggen die 700 reageerders, die zeggen ja, doe dat maar vooral binnen de bebouwde kom van dorpen en van stad. Nou, dat is een redelijk duidelijke uitslag, 89% voor, 11% tegen. Je ziet dat het al spannender wordt als het gaat over de vraag, ja, willen we bijvoorbeeld meer of minder toerisme in de gemeente Ede? Is dat goed, dat toerisme voor Ede? Wat zeggen Edenaren dan? Nou, dat de 700 mensen die nu gereageerd hebben. Precies, moet je altijd even voorzichtig zijn. Dan zegt 52%, nou, dat is goed voor Ede. Maar 48% zegt, nou, daar ben ik het niet mee eens. Dus dan wordt die al spannender. Ja. Een ander onderwerp wat ook echt wel spannend is, dat is de vraag die we als laatste hebben gesteld. Akkers en weilanden die mogen gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie. Nou, dan zegt 52% goed idee. Ja. En 48% zegt, nou, doe maar niet. Nou, dit zijn vragen die we ook in die omgevingsvisie zullen moeten beantwoorden de komende tijd. Helder. We zijn dus cijfers aan het verzamelen. Nou, dat doen we natuurlijk al jaren. We hebben heel veel cijfers over Ede. En daar gaan we u er vanavond ook een aantal van laten zien. Mijn collega Frits Dimmendaal zal af en toe langskomen om een aantal cijfers over Ede toe te lichten. En te beginnen met cijfers over luchtkwaliteit en biodiversiteit. Nou, alle keuzes die gemaakt worden in de omgevingsvisie, die hebben effect op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit en biodiversiteit. Frits, wat kun je daarover zeggen? Dankjewel Bas. Inderdaad, ik neem u vanavond mee in een aantal cijfers. Luchtkwaliteit, u ziet al drie kaartjes achter mij en straks waarschijnlijk volledig in beeld. Maar luchtkwaliteit heeft veel facetten in zich. We hebben hier drie op een rij gezet voor u. We hebben het over de situatie in Ede in 2018 volgens het RIVM. In het linkerkaartje zie je de fijnstofconcentratie, duidelijk zichtbaar aan de westkant van onze gemeente en ook een deel de zuidkant van Barneveld als je het over fijnstof hebt. Het middelste kaartje dan laat de roetconcentratie zien. En dan zie je, als je door de oogharen heen kijkt, met name de verkeersaders, dat bedoel ik mee de A12 en de A30. Maar ook de bedrijventerreinen langs de A12 en de A30.
Het rechterkaartje, dat laat de stikstof zien. Dus de stikstofconcentratie. En die zie je deels op de verkeersaders, die ik al eerder heb genoemd, A12, A30. Je ziet die contouren. En je ziet het ook aan de westkant van onze gemeente. Maar natuur heeft, zoals Bas al zei, meer aspecten. Biodiversiteit heb ik hier op een rij gezet. Biodiversiteit heeft natuurlijk heel veel facetten. Om een voorbeeld te nemen hoe je dat kan meten, is gewoon eens in kaart te brengen. En dat gebeurt al jaren. Hoe staat het met bepaalde soorten dieren? En je ziet hier een opeensomming van dieren gerangschikt naar wat is er verdwenen. Dat is het blauwe gedeelte in de staven. Wat is bedreigd? Wat is kwetsbaar? En wat is niet bedreigd? Nou, u kunt het eens rustig nalezen, straks ook op de website. Maar als we hier eens even twee erbij pakken, de dagvlinders en de bijen, dan kun je wel zien dat daar wel een deel van verdwenen is en dat er een groot deel van in de gevarenzone zit. Biodiversiteit moet veel aandacht krijgen, heeft het ook al, maar daar kan Bas verder op ingaan. Ja, dankjewel Frits. Wij gaan naar onze eerste expert, onze eerste gast. Meneer Van Hattem, u werkt bij de Wageningen Universiteit. U heeft veel voor kennis op het gebied van klimaatontwikkeling. En u heeft ook gewerkt aan een toekomstbeeld van Nederland. Hoe zou Nederland er over 100 jaar uitzien? Wat betekent het volgens u als we nou ja, wat veel Edenaren ook denk belangrijk vinden, de natuur centraal stellen in allerlei ontwikkelingen? Ja, kijk, we hebben een toekomstbeeld gemaakt over hoe Nederland er over 100 jaar uit zou kunnen zien. Omdat Nederland voor hele grote opgaven staat. Hè. We hoorden het net al, de energietransitie, transitie in de landbouw. We moeten iets met natuur. Het gaat slecht met de biodiversiteit. En daar overheen komt nog eens een keer klimaatverandering. En eigenlijk is onze boodschap van die natuur, die is eigenlijk een heel belangrijk deel van de oplossing. Hè. Door de natuur slim te benutten, kan die ons enorm helpen bij het vastleggen van koolstof, het opnemen van CO2, maar ook bij het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. En nou ja, we hebben daar een beeld van gemaakt over hoe Nederland, als je dat op hele grote schaal zou doen, hoe Nederland er dan uit zou kunnen zien. Dat kaartje hebben we ook, hè? Dat kunnen mensen thuis ook zien. Ja. Ja, nou ja, en daarop kun je zien dat Nederland gewoon in de toekomst een heel groen en aantrekkelijk land kan zijn en blijven. En nog wel meer worden dan het nu is. En je ziet eigenlijk heel veel toekomstscenario's dat, de helft van Nederland onder water staat. En heel veel doemscenario's. En dit laat zien dat als we die natuur heel goed gaan inzetten en benutten, dat, dat Nederland klaar is voor de toekomst. En dat ons heel veel meerwaarde oplevert. Oké, wat zou dat specifiek voor Ede betekenen? We liggen nu al dicht veel natuur in onze gemeente, de Veluwe, de Vallei. Wat betekent zo'n toekomstbeeld voor Nederland, voor Ede? Ja, nou ja, kijk, klimaatverandering gaat ook niet aan Ede voorbij. Hè. In 2018 is hier al een hele zware regenbui gevallen met wateroverlast en schade tot gevolg. En nou ja, als je dit toekomstbeeld zou vertalen naar Ede, dan zie je bijvoorbeeld dat de stad, hè, de bebouwing, veel meer groen bevat. Om juist die regenbuien op te kunnen vangen. Om de temperatuur omlaag te brengen. Maar ook om het leefklimaat gewoon in de stedelijke omgeving aantrekkelijker te maken. Eigenlijk een hele praktische oplossing. Groen gebruiken in de openbare ruimte of in gebouwen. Ja, en dat levert heel veel op. En eigenlijk laat nu de coronacrisis zien hoe belangrijk het is om een hele directe groene leefomgeving te hebben. Dus het levert een bijdrage aan het klimaatprobleem, maar tegelijkertijd ook aan het verbeteren van de leefomgeving. En daarnaast is de omgeving, kijk, Ede is natuurlijk, de kracht van Ede is groen. En klimaatverandering gaat ervoor zorgen dat wij ook veel meer te maken krijgen met periodes van droogte. We hebben op onze kaart aangegeven, we willen veel meer bos in Nederland. Nou, en dat kan ook hier in de regio in Ede, kan je investeren in meer bomen. Maar dat betekent wel dat je heel goed moet gaan nadenken en rekening moet gaan houden met ook die periodes van droogte. Dus je moet echt die klimaatbestendige natuur gaan realiseren. Ja, dus ook andere natuur, meer natuur ook, hoor ik. Ja. Is dat ook het advies wat u zou geven voor ons voor in de omgevingsvisie om de natuur een stevige plek te geven daar?
Ja, ik zou, kijk, het is de kracht van dit gebied. En ik denk dat je rekening mee moet houden met ontwikkelingen die klimaatverandering met zich meebrengt, ja, om daarover na te denken. Maar dat juist versterken, dat is volgens mij een hele goede route naar voren. Mooi, dank u wel. Nou, dan komen we meteen ook bij het volgende onderwerp. En wat natuur uitbreiden, dat zou maar zoiets kunnen betekenen voor de landbouw. Nou, landbouw is belangrijk in onze gemeente. Veel boeren in onze gemeente zorgen voor een groot deel van ons landschap. Frits, wat kun jij vertellen over ontwikkelingen in de landbouw? Ik heb inderdaad eens even wat cijfers op mijn wijze voor de landbouw. Hier kijken. Je ziet hier twee gegevens. De ontwikkeling van het aantal boerenbedrijven, het aantal landbouwbedrijven en het aantal hectares landbouwgrond. Eerst even die bedrijven. Je ziet daar een mooie blauwe lijn. Dan ziet u dat in 1980 onze gemeente ongeveer 1700, precies er zijn 1670, boerenbedrijven telde. Dat praten we over 40 jaar geleden. Inmiddels 2020 is dat aantal gedaald naar 660. Er zijn in de afgelopen 40 jaar ongeveer 1000 boeren gestopt. Dat wil niet zeggen dat het landbouwareaal met diezelfde vaart is afgenomen. U ziet daar de getallen, 9400 hectare landbouwgrond in 1980 tegen 7700 nu. En dan heb ik het echt over landbouwgrond in cultuur. Dus niet erfverharding, boerenstallen, sloten, boswallen, nee, echt weilanden en akkerlanden. We hebben het ook niet over bestemmingen. Dit is wat daadwerkelijk agrarisch in gebruik is. En er is dus een lichte afname geweest. Kijken we nu, even kijken of die al staat. Het duurt even. Ja, hier heb ik hem. Je ziet hier eigenlijk nog een keer dezelfde afname van die landbouwbedrijven. Dezelfde blauwe lijn van net, die 1000 bedrijven. Maar nu afgezet in diezelfde periode met de ontwikkeling van het aantal landbouwdieren. Ik zet ze eens even op een rij, je ziet ze ook voor een deel staan. Als je in 1980 kijkt naar het aantal kippen, toen hadden we 2,1 miljoen kippen. Inmiddels zitten we op 3,75. Hetzelfde is de ontwikkeling van de rundveeomvang, 67.000, gegroeid naar 146.000, je kunt het nakijken. En de varkenstapel met een kleine piek is iets gedaald van 250.000 varkens in 1980 naar een dikke 200.000 in 2020. Ik kan me voorstellen dat u nu helemaal murf bent van het aantal getallen. Kern is, er is fors aantal boeren verminderd. Het areaal, het aantal landbouwgrond is enigszins afgenomen. Het aantal boeren, landbouwdieren is toegenomen. Dat is de ontwikkeling van de laatste 40 jaar, Bas. Ja, dankjewel, Frits. Gaan we naar een andere Frits, Frits van der Schans. Overigens geen familie van wethouder van der Schans. Alhoewel, ik begreep dat jullie ergens in 1700 eenzelfde voorvader hebben. U bent werkzaam bij de Stichting Landbouw en Milieu. En ook als boerenzoon ervaring met de landbouw en ook in de samenwerking met natuur. Wat ziet u als de grootste uitdaging voor een duurzame, toekomstbestendige landbouw? Nou, de grootste uitdaging is dat je, zeg maar, de ruimte die de landbouw nu heeft, die kun je bijna niet meer alleen benutten voor de landbouw aan zich. Je wil eigenlijk gewoon, die ruimte is schaars in Nederland, en zeker in een gebied als hier in Ede, waar die ruimte is schaars. En je zou eigenlijk die ruimte gewoon multifunctioneel, meerdere keren, willen benutten. Dus misschien wel en voor landbouwproductie, maar ook nog dat je iets bijdraagt aan de biodiversiteit, aan de natuur. Of dat je ruimte biedt voor recreatietoerisme of misschien voor duurzame energie. Dus dat je diezelfde oppervlakte, dat je die op meerdere manieren en meerdere keren naast elkaar, over elkaar heen gebruikt. Omdat die ruimte dus schaars is en je het ons niet kunnen veroorloven om die ruimte maar één keer te gebruiken. Levert dat ook voor boeren mogelijkheden op om naar andere verdienmodellen, andere inkomsten toe te gaan? Is dat ook belangrijk? Dat is altijd belangrijk. En sterker nog, op dit moment zien we dat het verdienmodel bijvoorbeeld voor duurzame energie is zo sterk dat er al partijen zijn die buiten de landbouw al aan het azen zijn, zou ik bijna zeggen, op de gronden van boeren. Dus de bedrijven die de komende jaren gaan stoppen.
Die bedrijven die laten grond achter, als ik het zo mag noemen. En er zijn dus partijen buiten de landbouw die proberen die gronden te verwerven. En die gaan daar dan of die zonneweiden op plaatsen of die willen daar windturbines op plaatsen. Omdat de rendementen daarvan vele malen hoger zijn dan de rendementen van de agrarische sector. Dus je moet ongeveer kun je een zonneweide aanleggen op een perceel wat nu voor landbouw in gebruik is. Nou, dan zijn de opbrengsten in financiële zin vaak wel 10 tot meer dan 20 keer zo hoog. Kun je er windenergie op realiseren, dan is het nog weer een factor, 10 keer zo hoog. Dus daar is de landbouw geen concurrent. En er zijn dus partijen buiten de landbouw die aas op die grond. En die proberen dan die gronden te verwerven. En die proberen dan in overleg, samenspraak met gemeente, provincie, daar die duurzame energie te mogen gaan produceren. Wat kunnen wij daar nu aan doen dan om te zorgen dat boeren hun kunnen blijven boeren, ook in de gemeente Ede? Nou, dat is belangrijk dat in zo'n omgevingsvisie bijvoorbeeld, dat je aangeeft van wacht even, we willen een duurzame, een grondgebonden landbouw, ja. Een natuurinclusieve landbouw, dat kunnen die boeren leveren. Maar je gaat ook met elkaar iets afspreken van dat je niet zomaar een partijen van buiten de ruimte geeft om in die energietransitie alleen maar met energie bezig te zijn, maar dat ze ook een bijdrage moeten leveren aan bijvoorbeeld het landschap. Nou, dan wordt het alweer een heel ander verhaal. Ja. Kijk, een zonneweide met landschap of met biodiversiteit is op zich een hele andere zonneweide dan eentje die je gewoon een perceel gewoon vollegt met zonnepanelen en dat het zo dood is als een pier. Dus u zegt ook, daar moeten wij als gemeente ook echt actief in gaan sturen, regels in gaan vaststellen. Dit lijkt me verstandig om in zijn omgevingsvisie, om daar in ieder geval een aantal richtlijnen en kaders te stellen. En hoe strak dat je dat doet, dat is aan de gemeente. Maar hoe strakker je het maakt, hoe meer dat je kunt regelen. Ja. Ja. Nu had u het net even over natuurinclusieve landbouw. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat betekent bijvoorbeeld een melkveehouder die niet alleen zijn koeien in de wei heeft lopen, maar doordat hij die koeien in de wei heeft lopen, iedereen die weet dat wel, die koe die flatst daar af en toe een keer stront. En als je dan een keer in de zomerdag eens gaat kijken wat zit er dan in die koeienflats, dan zul je zien dat er heel veel natuur, hele kleine natuur, insecten bijvoorbeeld daar al in zit. Nou, die insecten die zijn nodig voor de weidevogels. Die er ook zitten. En op die manier heb je op een hele kleine schaal, draag je bij aan biodiversiteit. Maar natuurinclusieve landbouw kan ook zijn dat zo'n boer dat hij een houtwal heeft langs zijn percelen. En dat je op die manier bijdraagt aan het landschap. Ja, fijn. Nou, inmiddels wordt er vanuit huis worden er allerlei vragen gesteld via de WhatsApp. Daar krijg ik ook een aantal van binnen. Ik ga daar even naar kijken. Een vraag over landbouw, om toch meteen weer naar meneer Van der Schans. Moeten we niet gewoon inzetten op minder kippen en koeien? Dat is een keuze en ik verwacht in de komende jaren dat door de ontwikkeling, de druk, de milieudruk die de landbouw geeft op de natuur, de hele stikstofcrisis de afgelopen jaren hebben we er veel over gehoord, dat de veehouderij in Nederland dat die aanzienlijk zal gaan krimpen. En daar zijn eigenlijk op dit moment ook al een aantal programma's vanuit het ministerie op gericht. Dus een krimp van 10, 15, 20% van de veehouderij in Nederland. Die mogen we, zou bijna zeggen, op basis van die programma's wel verwachten de komende 10 jaar. Ja. Dan nog een vraag. Ik stel hem even aan meneer Van Hattem. Waarom is biodiversiteit zo heilig, wordt er gevraagd. Ik weet niet of u daar een antwoord op kunt geven. De natuur verandert immers ook door evolutie. Dat is toch niet erg, wordt de vraag gesteld. Ja, nou ja, kijk, er is vorig jaar een heel belangrijk rapport verschenen van een hele grote groep internationale wetenschappers. Die hebben geconcludeerd dat 1 miljoen planten en dieren op dit moment met uitsterven worden bedreigd. En dan kun je afvragen van wat, so what? Maar volgens mij moet het heel duidelijk zijn dat wij allemaal ongelooflijk afhankelijk zijn van een groot deel van de natuur. En er is vorig jaar ook een rapport geschreven van de Nederlandse Bank. Die heeft geconcludeerd dat Nederlandse financiële instellingen voor 500 miljard per jaar aan investeringen hebben uitstaan bij bedrijven die afhankelijk zijn van de biodiversiteit.
Dus biodiversiteit is niet iets leuk voor de bij, maar dat is iets wat essentieel is voor onze hele economie, voor ons welzijn, voor ons hele zijn, zeg maar. Dus, kijk ik even door de vragen heen. Ook even een vraag aan de redactie. Kan het zijn dat ik vragen niet doorkrijg via dit scherm? Nou, dan ga ik een andere vraag aan u beiden stellen. Want daar hadden we het al eigenlijk een beetje over. Het is een soort, ook door de stikstofcrisis lijkt er echt een, enorme tegenstelling tussen natuur en landbouw te zijn. Gaat het wel überhaupt samen, natuur en landbouw? Meneer Van Hattem. Nou ja, er wordt in Wageningen hier vlakbij er wordt heel veel onderzoek gedaan naar natuur-inclusieve landbouw en kringlooplandbouw en wat het dan betekent. En hoe ook natuur en landbouw slim gecombineerd kan worden. En daar zijn allemaal oplossingen voor. Er wordt trouwens ook onderzocht van hoe je zelfs zonneparken, zonneweides kan combineren met landbouwproductie. Dus we moeten veel meer toe naar multifunctioneel landgebruik. En daar zijn oplossingen voor. En het kan zeker. Ja. En meneer Verschans heeft er net al iets over gezegd. Ja, ik denk dat landbouw en natuur die hebben elkaar hard nodig. Kijk, we zagen net al even op die sheet van dat het aantal insecten, bijvoorbeeld bijen, dat enorm terugloopt. Die insecten zijn door akkerbouwers, tuinders, die hebben die insecten hard nodig om hun gewassen te laten bestuiven. Zijn die insecten er op een gegeven moment niet meer, dan heb je daar een groot probleem. Dus landbouw en natuur hebben elkaar nodig. En op zich kunnen ze ook goed met elkaar samengaan. Maar het kan wel eens betekenen dat allebei op sommige momenten er even anders naar moeten kijken. Ja. Dus dat, het gaat wel samen en het zal ook wel moeten. Ja, mooi, dank u wel. Ik heb een vraag binnen voor wethouder Van der Schans. Hoe kunnen maatschappelijke organisaties met hun opvattingen over de toekomst van Ede aansluiten bij de op te stellen omgevingsvisie? Nou, dat kan op verschillende manieren. We beginnen, en daar zal ik later ook nog iets over zeggen, vanaf morgen met een grote peiling waarbij iedereen kan aangeven, joh, hoe zit jij in de wedstrijd als het gaat over die omgevingsvisie? Wat vind je belangrijk? We gaan ook later nog bijvoorbeeld in gesprek met de verschillende dorpsraden. En ik kan me ook voorstellen dat daar ook andere partijen bij betrokken worden. Dus zo komen er op verschillende momenten totdat we die omgevingsvisie eerst in concept, hè, want we stellen hem eerst in concept vast, dat zullen we ergens rond de zomervakantie doen. Daarna stellen we hem definitief vast en met we bedoel ik eerst het college van BME en daarna de gemeenteraad, want die gaat er uiteindelijk over. Dus er komen nog verschillende momenten waarbij maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners hun input kunnen leveren. Ja, dank u wel. Dan nog een vraag die binnenkomt. Wanneer gaat die omgevingsvisie dan gelden? Die omgevingsvisie die hangt onder de omgevingswet en die omgevingswet die moet ingaan per 1 januari 2022. En het is dan ook de bedoeling dat die omgevingsvisie van kracht is, dat die ons helpt, richting geeft, leiding geeft voor keuzes die we de komende jaren in Ede zullen maken. Oké, dank u wel. En dan nog een vraag, en dan helaas niet voor de experts, maar nog eentje voor de wethouder. Hoe gaat Ede natuur-inclusieve landbouw stimuleren binnen de gemeente? Ja, er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen. En tegelijkertijd zeg ik wel, ja, je rol als gemeente is beperkt. Want het is niet zo dat die grond van ons is. Of we hebben daar ook de landelijke overheid voor nodig. Er zijn overigens ook al stappen gezet vanuit het ministerie van LNV. Maar laat ik een voorbeeld noemen. We hebben als gemeente Ede zelf 200 hectare in eigendom. Dat verpachten we aan boeren. Nou, we zijn daar nu mee bezig om te zeggen, oké, op het moment dat jij die grond pacht, dan willen wij dat je dat op een natuurinclusieve manier doet. En dat je dat niet alleen maar doet op de gronden die je van ons pacht, maar dat je daarvoor gaat kijken naar je hele bedrijfsvoering. Dus op die manier stimuleren we onze agrariërs, en een hele hoop doen dat ook al uit zichzelf, om de gronden die ze hebben zo goed mogelijk te beheren. Ja, dank u wel. Dan nog een vraag voor de andere meneer Van der Schans, Frits Van der Schans. Er wordt gesteld, kan een boer straks nog een fatsoenlijke boterham verdienen in Ede? Is dat nog mogelijk? Ja, ik denk het wel. Maar het zou wel een andere boterham zijn dan nu.
In de zin van dat je met andere activiteiten. Dus als je zegt van ik wil gewoon me helemaal toeleggen op bijvoorbeeld die kippen en ik wil daar gewoon mee bezig blijven, dan zal het eerder moeilijker worden dan makkelijk in de huidige situatie. Maar er zijn dus naast dat natuur inclusieve, is het ook het idee dat boeren veel meer gewoon gaan produceren voor hun directe omgeving. In een omgeving, als je hier in een omgeving zit met 100.000, meer dan 100.000 consumenten, dan is het eigenlijk een hartstikke mooi dat die markt zo dichtbij je zit. En dan zou je gewoon veel meer via dan wel zelf producten te verwerken, en ook huisverkoop, zou je veel meer kunnen doen. En de afstand tussen jou als producent en consument zou je kunnen verkorten door gewoon rechtstreeks te leveren. Ja, dat zou een mogelijkheid inderdaad zou kunnen zijn. Mooi. Ik zie op dit moment geen vragen hier meer binnenkomen. Dat betekent dat wij... En dan heb ik nog een laatste vraag voor Werther van Schans. U heeft de twee heren experts genoemd. U hebt ook allebei landbouw en natuur in uw portefeuille. Ja. Als u beide heren zo hoort, wat kunnen we daarmee in omgevingsvisie, denkt u? Nou, er zijn een hele hoop dingen die ze hebben genoemd waarvan ik denk van nou, daar moeten we zeker wat mee. Maar laat ik er twee uitpikken. Eén, dat is dat we die natuur die we hebben, daar moeten we één heel erg goed voor zorgen. En we moeten ook kijken of we die nog meer in onze gebouwde omgeving kunnen betrekken. Dus dat die bomen die we tegenkomen als we richting bijvoorbeeld de hei fietsen, dat je die niet daar pas tegenkomt, maar dat die ook zoveel mogelijk in die stedelijke omgeving terugkomt. Want het klopt, als het midden in de zomer is en ik loop bij mij achter de natuur in, dan is het daar een stuk koeler dan op de straat. Dat zijn kleine voorbeelden die niet alleen voor 2040 van belang zijn, maar ook voor vandaag de dag. Dus die omgevingsvisie gaat niet over heel ver weg, maar gaat over ons leven vandaag. Een ander punt wat Frits van der Schans aanhaalt, dat is, ja, kijk ook goed naar die kwaliteit van het landschap en kijk goed naar hoe je functies kunt, hoe je dubbel ruimtegebruik kunt toepassen. Want we weten allemaal dat die omgeving die is schaars. We hebben niet alle keuzes die we willen maken, die kunnen we niet allemaal op datzelfde stukje Ede kwijt. Dus we zullen zoveel mogelijk slimme keuzes moeten kunnen combineren. En ik denk dat dat echt wel een hele belangrijke is voor die omgevingsvisie. Mooi. Ja, dank u wel. Meneer Van Hattem, de heren van der Schans, bedankt voor uw bijdrage. Jullie gaan straks plaatsmaken voor andere gasten. In het filmpje heeft u kunnen zien dat Ede zich de loop der jaren behoorlijk heeft ontwikkeld. Dat Ede is behoorlijk gegroeid. Frits, wat kun je vertellen over de groei van Ede? Ik heb weer een aantal cijfers op een rij gezet over de bevolkingsgroei. Ik check even of de figuur inmiddels bij de kijker thuis in beeld is. Bevolkingsgroei. Anders ga ik een... Ja, heel goed, daar is die. Nou, zet u even schrap. U krijgt een groot aantal getallen. Ik heb even voor u op een rij gezet. 1960 tot 2020, een periode van 60 jaar. Aan het begin daarvan, in 1960, had Ede 55.000 inwoners. En 1 januari vorig jaar waren we de 117, inmiddels zijn we de 118 gepasseerd. Als je snel telt, hadden we dus in die periode, dan heb ik het over 1960-2020, ruim 60.000 nieuwe Edenaren ontvangen. Dan is altijd de vraag, hoe ontstaat die groei? Waar komt die vandaan? Nou, dat is voor een deel de natuurlijke groei. Je ziet het in die figuur met die groene kinderwagentjes. Als je dat vanaf 1960 bij elkaar optelt, dan kom je in 2020 uit bij een aantal van 38.000. En er is ook eigenlijk altijd een 40% van buiten gekomen, dus van buiten de gemeente Ede. We noemen dat dan met een mooi woord het migratiesaldo. Dat waren er in 2020 zo'n 22.000. Onthoud vooral dat eigenlijk altijd de verhouding is geweest, 60% natuurlijke groei en 40% kwam van buiten de gemeentegrens. Dus je ziet ook aan de rechterkant nog een prognosegetal, 124.950, ik had er eigenlijk 125.000 van moeten maken. Dat is een inschatting die er nu is over 2030, waarbij we moeten beseffen dat het altijd gebaseerd is op de daadwerkelijke woningbouwmogelijkheden. Wat betekent dat nou concreet? Als een bepaald plan nog niet door de raad is vastgesteld of ruimte heeft gegeven, bijvoorbeeld de Kernen Noord, dan zit dat nog niet in zo'n prognose wat ik hier heb staan. Dus waarschijnlijk worden die cijfers nog hoger. Nog twee getallen erbij. We worden ook steeds ouder. In 2020
is 1 op de 5 Edenaren boven de 65. In 2040 is dat 1 op de 4. Dus we gaan van 18% om precies te zijn naar 24%. Ik hoop dat u mij nog kan blijven volgen. Ik heb het nu even gehad over de bevolkingsgroei van Ede in zijn totaliteit. U ziet hier eens even op een rij hoe zich dat per kern, per deel van de gemeente heeft ontwikkeld. U ziet hier Ede stad, maar je ziet hier ook de dorpen. De cijfers zijn te klein, denk ik, thuis om het heel goed te kunnen bekijken. Grofweg zijn we dus qua bevolking met zo'n 60% gegroeid. En je ziet het eigenlijk in alle dorpen wel terug. Ik heb ook even op een rij gezet, want ik ga een beetje tempo maken. Ik heb ook even op een rij gezet het aantal woningen. Het is goed om te weten dat we in 1970 begonnen zijn met in de hele gemeente zo'n 18.000 woningen, 18.500. Inmiddels tikken we bijna de 50.000, de 49.000 aan. Dus forse groei gehad. Wat u in deze figuur, want ik ga u niet helemaal doodknuffelen met cijfers. Wat u hier in deze figuur vooral ziet, is dat alle dorpen in de afgelopen periode ongeveer verdubbeld zijn of meer. En dat de kern van Ede ongeveer verdrievoudigd is in die periode 1970-2020. Een laatste zet ik u even op een rij. De woningbouwbehoeften van de hele regio. De regio Food Valley, 8 gemeenten, u ziet ze op dit kaartje. Ede is ongeveer een derde van deze regio. Er is een recent rapport, en daar word ik over gesproken, ik geloof zelfs vanavond hier in het raadhuis. Hoe dan ook, is op een rij gezet een inschatting van de woningbouwbehoeften per gemeente. Je kunt ze zo snel niet optellen, maar het beweegt zich in een totaal range voor deze 8 gemeenten tussen de 38 en de 42.000. Goed, ik laat het even hierbij, want ik denk dat we genoeg getallen gehad hebben. Bas, aan jou het woord. Frits, onder andere daarover gaan we doorpraten met 3 nieuwe gasten aan tafel. Emiel Rivier, een deskundige op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Annette Duivenvoorde, expert op het gebied van wonen in combinatie met zorg, meer de sociale kant, zullen we maar zeggen. En wethouder Peter de Pater, verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling. En dus ook betrokken bij de omgevingsvisie. En ik begin met Emiel Rivier. Heeft veel ervaring landelijk ook met stedelijke ontwikkeling. En u schrijft ook mee aan wat ze noemen de verstedelijkingsstrategie voor Arnhem, Nijmegen en de regio Food Valley. Gaat dus over verstedelijking. Wat komt er eigenlijk op Nederland af de komende jaren volgens u? En wat gaan wij daar als Ede van merken? Ja, nou, een hele interessante vraag. Het is een grote opgave. Hij is ook heel complex. Ik heb een stukje van de discussie hiervoor kunnen volgen. Die ging over landbouw en natuur. Het gaat specifiek hier nu om een woningbouwopgave. Een woningbouwopgave, ik ga toch nog één getal noemen. Van 1 miljoen woningen. Dat is een mooi rond getal wat er in Nederland bijgebouwd zou moeten worden voor 2040. Er zijn zelfs politieke meningen dat dit nog sneller zou moeten, gezien het nijpende woningtekort. Dus dat is een gigantische bouwopgave alleen al, 1 miljoen woningen. Maar die moet ook nog eens een keer op een duurzame, inclusieve manier en als het even kan ook nog enigszins betaalbaar, met respect voor het landschap, en volledig, zoals wij dat noemen, integraal bekeken met tal van andere afwegingen om dat op een goede manier tot stand te laten komen. Gaan we dat redden, 1 miljoen in 2040, volgens u dan? Ik moet eerlijk zijn dat er wel ieder jaar door bijna alle gemeentes in Nederland enorme inspanningen verricht worden om dat voor elkaar te krijgen. En je ziet ook dat dat steeds beter lukt. Maar het blijft een grote uitdaging en een crisis zoals waar we nu in zitten maakt het niet eenvoudiger. De stikstofcrisis is ook een enorme uitdaging. Maar er wordt heel hard aan gewerkt door heel veel mensen. Ja. Nou, dat zei Frits net ook al. Er is een enorme behoefte aan woningen, ook in ons in de regio. Moeten we daarin meegaan als Ede? Wat moeten wij daar als Ede mee met die enorme woningvraag? Volgens u? Dat is volgens mij. Het is voor mij enigszins ongemakkelijk als u mij die vraag stelt, omdat dat natuurlijk ook een heel politiek beladen vraag is. Hè? Maar wij stellen wel de vraag in
In het perspectief wat we voor de regio opstellen. Het heet de Groene Metropoolregio. Dat betekent dat Arnhem, Nijmegen, Food Valley gecombineerd een sterke economische regio wil zijn. Een leefbare regio, een plek waar het prettig is om te wonen. Eigenlijk wil het zijn wat het nu al is, maar dan nog beter. En daar kan die toevoeging van woningen ook een enorme meerwaarde in zijn. Dus het kan ook een hele grote kans zijn, niet alleen maar een bedreiging. En ergens is er ook nog zoiets dat als de wereld om je heen verandert, dan ga je dat hoe dan ook merken. Dus wat dat betreft denk ik goed dat Ede wel meegaat in die vaart, maar wel zijn eigen, natuurlijk wel op zijn eigen richting daarin zal moeten geven. We zien ook dat er steeds veel mensen vanuit buiten Ede, vooral ook momenteel vanuit de Randstad naar Ede komen. Wat maakt Ede zo aantrekkelijk, denkt u? Nou, dat is het aantrekkelijke van Ede is dat het, laat ik zeggen, vanuit het Westen geredeneerd. En een van, misschien wel de eerste plek is, ontzettend goed ontsloten, heel goed verbonden, ook met een uitstekende spoorverbinding. En natuurlijk hele goede snelwegverbindingen naar de belangrijkste werklocaties in Nederland. Maar ook, ja, eigenlijk ligt het heel centraal. Ook ten opzichte van regio's zoals de Brainport-regio Eindhoven en de regio Zwolle. En het is natuurlijk een prachtige omgeving. Dus dat is voor heel veel mensen heel aantrekkelijk. Nou, daarbij is het qua woningmarkt ook nog steeds een aantrekkelijke plek. Relatief moet ik daarbij zeggen, want ook hier is schaarste aan het ontstaan. Ja, en dat maakt dat veel mensen deze kant op kijken. En dat zal naar mijn mening alleen nog maar sterker worden de komende tijd. Want we zien nu ook hoe de Randstad zich richt op hoe zij de verstedelijkingsopgave kunnen inrichten. En dat zijn over het algemeen toch, ja, hogere dichtheden binnenstedelijk, want iedereen zit met die opgave dat we het landelijk gebied willen sparen. En dat maakt dat mensen die dus ruimer en landelijker en in een groenere omgeving willen wonen, dat die steeds vaker naar het oosten, ja, kijken. Nou hadden we het eerder deze avond over de flitspeiling die we gedaan hebben de afgelopen week. En dan geeft 89% van de Edenaren aan liever in de stad of in de dorpen te bouwen om grond of ruimte te sparen voor landbouw en natuur. Kan dat dan wel? Nou, dat is een belangrijke uitdaging, denk ik, voor alle professionals die daarmee bezig zijn. Ik ben van mening dat dat een heel, heel goed signaal is. Dat men zich ervan bewust is dat het een heel waardevol aspect is. Maar ja, wij zijn zoekende naar mogelijke oplossingen daarin. Er is ruimte in stationsomgevingen, dus goed bereikbare omgevingen. Er is ook ruimte aan randen. En ook binnen in die steden, stedelijke omgevingen, zijn er ruimte. Transformatielocaties zijn ook wijken die eigenlijk klaar zijn voor een nieuwe toekomst. Dus die kan je juist die extra woningen gebruiken om die wijken te transformeren. Dus daar wordt nu nadrukkelijk naar gekeken. Ja, ja. Mooi. Dank u wel. Meneer De Pater, wethouder bij de gemeente Ede. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling, maar ook gewoon Edenaar en fietsliefhebber. Hoe kijkt u nu aan tegen de ontwikkeling van Ede de komende 20 jaar? Edenaar, niet geboren, wel getogen. Ik heb wel vanaf standje al een tijdje naar Ede zitten kijken ook. En ik herken me ook in die mooie omschrijving van onze gemeenschap. Op de vraag, hebben wij een keuze in die groei? Hè? Dan moet je ook schuldbewust in jezelf terugkijken. We hadden onze gemeente afgelopen 20 jaar niet zo mooi moeten ontwikkelen. Niet zoveel banen moeten creëren. Niet zoveel stageplekken voor de kinderen moeten maken. Want mensen ontdekken dat mensen komen er massaal op af. En ergens is het nuttig dat we nu die keuze bij onszelf neerleggen. Laten we het gebeuren, nemen regie. Daar is de omgevingsvisie. Omgevingswet, uitstekend instrument voor in mijn ogen. Want dan moet je nadenken over alles tegelijk. Economie, infrastructuur, gebiedsontwikkeling, stoppende boeren, doorgaande boeren. Intensiveren, extensiveren. Moeilijke woorden, maar gaan we dus iets op deze schaal met de omgeving van Ede doen, moet je alles tegelijk benoemen. Dat is wat ik wilde zeggen. Het is een ingewikkelde discussie. En ik probeer ik mijn aandeel aan te leveren. Probeer ik zo begrijpelijk mogelijk te doen. En ik heb een waarschuwing gehad, niet te veel jargon. Een vergezicht over Ede, dat vraagt u mij. Hè? Hoe ziet Ede er over nu in 20 jaar uit? Volgens mij gaan wij slimme ruimtegebruik zien. Wij gaan sowieso een geweldige omgevingskwaliteit zien. Want we denken er goed over na. Wij gaan ook zien dat er meer publieke ruimtes komen. Hè? Als het gaat over sport, als het gaat over wandelgebieden, als het gaat over parken. Nu al zie je in de huidige tijd dat de behoefte aan gemeenschappelijke ruimte waar je kan sporten of elkaar kan tegenkomen groot is. Dat gaan we in Ede ook zien.
Karakteristieke architectuur verwacht ik ook. Hè. We hebben mooie doorkijkers, we hebben enge. Wij willen niet langer een eenzame notariswoning in het open veld, maar we willen gewoon mooie materialen. Mooie textuur, of dat het riet of hout is of groene inpassing. Maar we gaan wel laten zien aankomende 20 jaar dat we daar ook over nagedacht hebben. Wij willen wat mij betreft Ede volop ruimte bieden ook aan de werkgever. En hoe doen we dat dan? We hebben een schaarse ruimte. We hebben misschien in Ede 1500 hectare weg te geven aan nieuwe ontwikkelingen. We hebben 3000 aan claims. Hè? Mensen die dus, mensen, partijen, bedrijven die daar gebruik van willen maken. Er is schaarste. Hoe gaan we dat indelen? Wij zeggen wat de woningen betreft, voor elk nieuw huis een baan erbij. Gaan we dat dan op onze schaarse industrievelden neerleggen? Of staan we wat meer toe in die dorpen? Dat zijn de grote kwesties. Ik heb daar ook nog niet eens een heel precieze mening over. Want als er een mening over wordt, moet je met terugwerkende kracht misschien gaan handhaven. Ik denk dat het landelijk wonen ook toeneemt, mits de particulier die dat doet ook de verantwoordelijkheid voor het landschap op zich neemt. Nou, dat zijn wat trends die ik voorspel. Ik ben geen helderziende, maar je ziet het aan de dagelijkse agenda terugkomen. Mooi, dank u wel. Tijd voor weer wat cijfers van Frits. In het filmpje zagen we verschillende beelden van Edenaren. En Frits, hoe gezond en veilig is Ede eigenlijk? Ja, qua gezondheid, maar ik wacht even. Of, ja, daar hebben we hem. Ik heb twee gegevens even op een rij gezet. Overgewicht en bewegen. Maar eerst maar eens even het overgewicht. Geen nieuws, maar we worden natuurlijk allemaal een stukje zwaarder. Je ziet hier even op een rij een aantal ontwikkelingen. En wat is dan overgewicht? En dan wordt het bijna technisch, ga ik niet doen. Maar dan hebben we het over een BMI-score, de Body Mass Index. Nou, ga maar even googlen, maar de meeste mensen onder ons weten het wel. En als je tussen de 18 en de 25 scoort in die BMI, dan ben je goed van gewicht. Zit je boven de 25 en de 30 ben je matig. En zit je boven de 30 heb je ernstig overgewicht. Nou, wat zie je hier? Daar gaat het dan even om. Dat is de categorie met overgewicht. En in 1981 is dat landelijk voor het eerst eens goed gemeten. En toen was duidelijk dat 33% van de Nederlandse bevolking had last van overgewicht. Inmiddels zijn we dat ook op Edense schaal aan het meten. En als we naar de meest recente cijfer kijken, dan weten we dat de Nederlander inmiddels 50% van de Nederlander overgewicht heeft. U had het die 30 in 81 en dan nu die 50 in 2020. Ede doet het wel iets beter, 44%. De verwachting is in 2040 dat 60% van de Nederlanders overgewicht heeft en Ede wel wat minder, maar toch ook altijd nog een 55%. We volgen die negatieve trend, lijkt het wel. Dus daar is denk ik wel wat te doen. Ik heb nog een ander beeld. Oei, even kijken of die er nog komt. Even kijken. Bij mij staat het beeld op zwart, maar ik ga even opnieuw proberen. Ja, bewegen. Ik heb toch ook zin om even met een positief cijfertje af te sluiten. Bewegen. We hebben een zogenaamde beweegrichtlijn. Ik heb even nagezocht van wat is dat dan precies. Dat betekent dat je 5 dagen in de week, dus 5 van de 7... tenminste een half uur intensief moet bewegen. Dat betekent zoveel als een half uur wandelen of een half uur tuinieren en dan stevig doorwerken of een half uur fietsen. Als je dat elke dag doet, 5 dagen in de week, dan heb je voldoende in afval aan de bewegingsrichtlijn. En dan is het wel leuk, Ede doet dat toch net even wat beter dan de gemiddelde Nederlander. 52% van de Nederlanders haalt die richtlijn, Ede doet dat 56%. En zoals je in de figuur kunt zien, gaat dat de komende periode nog wat toenemen. Ik wilde dat toch even kwijt, Bas. Dat is mooi. Dank je, Frits. Ondertussen kunt u nog steeds vragen stellen via WhatsApp. Ik kan ze vandaag niet allemaal aan onze gasten stellen, maar we gaan ons best doen om volgende week alle vragen te beantwoorden op de website. Ik ga door met Annette Duivenvoorde. Werkt bij Platform 31 en heeft ook landelijk veel ervaring in het ontwerpen van aantrekkelijke woonomgevingen, om te zorgen dat mensen ook lang in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Wat is er volgens u nodig om het wonen aantrekkelijk te houden? Ja, goedenavond. Dankjewel voor de uitnodiging om juist iets te mogen vertellen over het langer thuiswonen. Hè? Want
Omgevingsvisie is heel erg ruimtelijk ingestoken, maar het gaat ook om van ja, wat is de Edenaar en waar heeft die behoefte aan? En ik heb gekeken van goh, wat is nu eigenlijk langer of nodig voor het langer thuiswonen van de oudere doelgroep, de senioren. En we worden ook, naast dat we allemaal meer bewegen, en heel fijn dat Ede daarin eigenlijk beter doet dan landelijk gemiddelde, worden we ook allemaal ouder. Maar hoe geef je daar nu vorm aan? Hè? Dat langer, we worden ook allemaal ouder, we leven langer. En wat is dan nodig om dat langer thuis, we wonen allemaal in onze eigen woning, om dat goed te blijven doen? En wat daarvoor nodig is, is eigenlijk een geschikte woning, een goede woning. Dan heb je bijvoorbeeld over de term levensloopbestendig. Heb je bijvoorbeeld over een woning zonder trappen. Heb je het over dat je, als je echt wat minder goed ter been wordt, dat je er ook met je rollator doorheen kunt, hè? Door de mate van de deur. Dus dan heb je het over dat soort zaken. Dus het gaat om langer thuis, vraagt om een goede woning die daar geschikt voor is. Net zo belangrijk is een sociaal netwerk. Heb je buren, heb je aanspraak, heb je een vereniging, heb je waarmee je dat ommetje kan lopen. Eigenlijk dat soort zaken, die zijn cruciaal. Dat sociale netwerk is dat, maar dat vraagt ook omdat je er kunt komen. Dus het gaat ook om een openbare ruimte die rollator-proof is, als ik het even richt op die seniorendoelgroep. Maar een openbare ruimte die toegankelijk is en waar je goed kunt bewegen, die is voor alle leeftijdsgroepen goed. Dus ook voor jonge kinderen, maar ook juist voor mensen meer op leeftijd. En naast geschikte leefomgeving heb je ook voorzieningen nodig. Van goh, in nabijheid. Zeker als je wat ouder bent en wat minder afstanden kunt afleggen. Wil je eigenlijk de dagelijkse boodschappen thuis kunnen doen. Ja. Je wil belangrijke voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een thuiszorg of juist een zorgpunt of een ontmoetingsplek, een buurthuis. Ja. Dat soort zaken zijn nodig. Moeten die dan ook in elke wijk voorkomen, die voorzieningen? Nou, het is eigenlijk heel goed om te kijken wat is nu in welke wijk nodig. Dus eigenlijk moet je dat vragen aan de doelgroep zelf, van, die er woont. Van ja, waar hebben jullie behoefte aan? Kun je heel goed kijken vanuit de planologie, hè, wat zien we aan leeftijdsopbouw? Kun je afleiden aan het type woning wat er staat of wat je er wilt gaan maken? Maar als je terugkijkt, elke wijk, en dat zie je heel mooi in de groei van jullie gemeente, allerlei periodes dat er nieuwe wijken of aanvullende projecten gerealiseerd worden. En daar moet je zoeken van, goh, wat moeten we hier nog toevoegen of wat is daarvoor nodig? Ja. Dus kijk per wijk. Ja. Nou, zijn wij bezig met het maken van een omgevingsvisie en u noemt een aantal elementen. Wat is nou echt, wat moeten wij nou echt in die omgevingsvisie regelen om te zorgen dat de ouderen beter kunnen of langer kunnen blijven wonen in hun eigen wijk? Wat is volgens u het belangrijkste? Nou, ik denk dat je moet zoeken dat of die woningen geschikt zijn. Dus daar, hè, dus zoek naar een kwalitatieve toevoeging daarvan. Zorg ook dat het niet alleen om het huis gaat. Want het gaat ook om, van zij die, is er zorg te regelen? Is er die voorzieningen in nabijheid? Dus je moet een beetje kijken naar de combinatie van het huis en de plek waar die staat. Ja. En hebben mensen daar hun sociale netwerk? Ik gebruik wel vaak de term de triple A, geleend uit het bankwezen. Yeah. De A staat voor arts, Aldi en apotheek. Okay. En afhankelijk de wijk, dan heb je soms meer de Albert Heijn als type supermarkt en wat je kunt veroorloven. Maar dat zijn eigenlijk drie zaken waar je op wijkniveau naar moet kijken. Want echt dat wijk, hè, dat buurtje waar mensen wonen en waar je contacten hebt, daar wil je dat mensen langer thuis kunnen blijven. Dus ook in de omgevingsvisie moeten wij zorgen dat die buurtjes, die wijkjes, dat die blijven ontstaan, dat we die vasthouden en dat ook als we nu ontwikkelen, dat we daarin verder moeten gaan begrijpen. Ja, dat je dat vasthoudt en echt ook met dat oog gaat kijken. Ja, mooi. Dank u wel. We kijken weer naar wat publieksvragen aan de gasten die hier aan tafel zitten. Eerste vraag voor mevrouw Van Duivenvoorde. Als de gemeente Ede vergrijst, hebben we een ander soort woningen nodig. Hoeveel eengezinswoningen komen er dan vrij? Ja. Dat is een hele mooie vraag. Ja. Want kijk, als je in een eengezinswoning woont, en dan is zo'n woning die gebruik je op een gegeven moment niet helemaal meer. Nee. Dus dan zou je eigenlijk moeten kijken van de woningen die je toevoegt, hè, dus nieuw gaat bouwen of transformeren.
van goh, wat er is een groei naar meer 1- en 2-persoonshuishoudens en zeker op hogere leeftijd. Dan dus er is eigenlijk ontzettend behoefte om eigenlijk wat meer woonvarianten voor senioren te maken. Hè? Dus we zijn allemaal opgegroeid in, als je jong bent in een gezin, in een soort eengezinswoning. Hè? Dus, maar wat is dan het stapje daarna? Hoe maak je dan nog een carrière als je 55, 65 bent, waar je nog prima 10 jaar, 20 jaar gezond en vitaal woont? Ja. Bied daar woningen voor. En dat is anders dan wat we nu nog bouwen. Ja. Dus daar mag meer onderzoek naar. Is dat ook een deel van de oplossing, meneer Rivier, voor die enorme hoeveelheid woningen die we eigenlijk nog moeten bouwen de komende tijd? Ja, absoluut. Het is alleen wel een hele ingewikkelde om op te sturen. Ja. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je heel precies moet weten of mensen ook echt bereid zijn om dat te doen. Hè? Als iemand in een heel fijn huis woont waar die al 20 jaar woont en misschien ook al misschien nog wel veel langer en waar de kinderen al lang het huis uit zijn en waar die een hele fijne tuin heeft die zelf heeft aangelegd en waar zijn hele sociale netwerk om hem heen is. Dan blijf je daar misschien toch wel tot het bittere eind zitten. Ja. En dat is natuurlijk ook iemands goed recht. Dus ik denk dat het heel erg passen en meten is. Wat wel natuurlijk een heel belangrijk item kan zijn in bepaalde stadswijken, dat is dat je nadenkt over je sociale programma. Dus ook in die sociale woningbouwopgave. Sociale huurwoningen bedoelt u dan? Ja, en er wordt zelfs nu ook gekeken naar zoiets als sociale koop. Hè. Dus kunnen we nu nadenken over dat meer mensen die wooncarrière in kunnen. En dat er inderdaad een enige beweging komt. En dan is het zeker zo dat ook voor die vergrijzing, dat je daar eigenlijk een beter aanbod kan maken. Maar dan moet je heel goed kijken. Ja. Dat zal in de ene wijk zijn mensen misschien makkelijker te verleiden dan in andere gebieden. En daar moet je misschien meer je best doen. Ja, dank u wel. Vraag voor, ik denk voor meneer De Pater. We zijn al de gelukkigste stad van Nederland. 2018 uitgeroepen tot de gelukkigste gemeente van Nederland. Maar moeten we ook niet de gezondste stad van Nederland worden? Ja, dat vraagt u aan mij als wethouder sportbeleid. Bijvoorbeeld, ook, ja. Nou, ik ben al vrolijk van die laatste cijfers ook van Frits de Scherman. Wij hebben in Ede best wel bovengemiddelde cijfers. Maar omdat je, om daar nou op te gaan jarenlang te gaan rusten op je lauren, zeggen ze dat, moet je niet doen. We hebben hier namelijk een te mooie omgeving, te sportieve omgeving, hè, om er onder het gemiddelde te duiken, om er dikker van te worden. Ja. Maar dat zit hem in heel veel zaken. Hè. Dan moet je ook op scholen een gezonde koks toelaten. Ook, hè. Dan moet je bij de kiosk, bij het nieuwe station straks ook de fastfoodketens gaan beren. Dan moet je op allerlei manieren je food thema gaan uitdragen. Je moet gezonde leefstijl gaan uitdragen. Zichtbaar en ook de bewoners enthousiast krijgen. Zonder repressie, hè, wat mij betreft. Mijn grondhouding is ook dat je het moet verleiden. Wij doen dat al met mooie mountainbike routes. Wij doen dat al met sportapparaten wat mij betreft in de stadspark en in de vrije natuur. Ik denk wel dat we een voorbeeldfunctie moeten durven oppakken. Ja, met een beetje resultaatverplichting. Dus we moeten ook ambitie hebben en zeggen, ja, we blijven bovengemiddeld gezond en we geven het goede voorbeeld. Oké, dank u wel. Nog een kijkersvraag, ook weer voor meneer De Pater. Een aantrekkelijke woonomgeving begint toch met een aantrekkelijk centrum. Waarom wordt dat niet meegenomen? Ja, er wordt meer dan dat meegenomen. Aanhakend op het eerste verhaal. Meer woningen betekent ook betere voorzieningen. Sociaal, cultureel, sportief. Betekent meer geld voor infrastructuur, betekent ook meer bezoekers van het Ede Centrum. En we zijn al nauwkeurig aan het ontwerpen. Als wij de kazerneterrein ontwerpen, gaan we daar geen winkelcentrum bouwen, waardoor we nog meer bezoekers van het centrum weghalen. We denken goed na erover. We hebben afgelopen jaren gedaan. Wat je niet tegenhoudt, is de verandering in winkeltype, verandering in winkelgedrag, hè, de opkomst van het online shoppen en als laatste doodsklap de coronacrisis. En dat weten we ook. Eerste antwoord is dat we de winkelmeters die we te veel hebben gaan transformeren, lelijk woord, dan gaan we dus mensen in laten wonen. Dat werkt in de kering, hè? Minder leegstand en meer bezoekers voor het Ede Centrum. Dat is de eerste klap. Het tweede wat we doen is zorgen dat wij mooie, duurzame, hybride formules krijgen, hè, van winkels voor kleding of andere doelgroepen die ook een goed lopende winkelwebsite hebben. Dus u zegt naast alle lopende acties, het centrum wordt ook meegenomen in de omgevingsvisie. Ja, 100%. En de mensen die klagen over het centrum moeten ook een bijdrage leveren om naar het centrum te komen. Dan klagen ze niet meer, want dan is het levendig. Helder. Een omgevingsvisie die kan niet om het centrum heen. Het is het hart van je stad. Helder. Meneer Rivier, vraag nu. Dat is wel een interessante kijkersvraag. Denkt u dat Ede gaat uitgroeien tot een soort randstad aan de Veluwe?
Nee. Maar ik wil wel een extra toekomstperspectief wel geven. De manier waarop ik Ede zie is niet als een op zichzelf staande plaats. Ik zie een combinatie tussen Ede, Veenendaal en Wageningen eigenlijk als een heel sterk en potentieel nog echt heel sterk economisch centrum. Als een soort randstad van... Nou, niet als een randstad, maar als een plek. Een plek waar veel gebeurt. Wel een dynamischer, stedelijkere omgeving. Maar misschien wel een hele nieuwe versie van de stedelijke omgeving. Een stedelijke omgeving met enorme nabijheid van groen en echte landschappen. Misschien wel een soort stad wat we nog helemaal niet zo kennen in Nederland, wat hier stiekem aanwezig is. Hier liggen een aantal plaatsen zo dicht bij elkaar, zo mooi verweven met eeuwenoude landschappen, dat ik denk dat het een enorme kans is met zo'n topuniversiteit, hè, internationaal gerenommeerd, uitstekende bereikbaarheid en zoveel lokale culturele waarden. Ik zie echt mogelijkheden om dit een heel stevig iets te maken. Alleen, ik denk dat Ede dat niet alleen kan. Ik denk dat je echt als gemeente samen daarvoor moet gaan staan en in een goede afstemming dat tot stand moet brengen. Meer samenwerking dus. En nog een vraag voor u. Het centrum leeft, dat blijkt ook uit de vragen die we binnenkrijgen. Ik lees hem voor. Een gezellig stadshart is cruciaal. In Ede is veel leegstand, geen logische leuke looproutes. Wat kan je daaraan doen? Geen idee of u daar deskundig op bent, maar... Ja, nou ja, ons bureau ontwikkelt ook dat soort strategieën. En dit is overigens iets wat ook niet uniek is voor Ede. Dat speelt in heel veel plaatsen in Nederland. De wethouder gaf net al een heel aantal goede voorbeelden. Maar dat kan ook in de planvorming kan. En ik weet ook dat daar in Ede naar gekeken wordt. Ook echt goed gekeken worden. Hoe kan je nou je... Ja, eigenlijk het is ook weer zo'n vakterm. Ik probeer even een goede taal te vinden hoor. Maar hoe kan je nou zorgen dat er is nog steeds heel veel dynamiek? Er zijn toch nog echt wel veel mensen die langs... Maar hoe kan je nou zorgen dat iedereen op diezelfde plek komt? Hoe kan je nou die massa maken van mensen dat ze naar die plek gaan waar die interactie plaatsvindt en waar je dus die goede horeca kan neerzetten? Wat ook weer nieuwe mensen aantrekt. Ja, en dat is wel een mooie trend, want weliswaar staat het winkelbestand onder druk. We zien ook een enorme toename van het gebruik van horeca en verblijfsfuncties in de afgelopen jaren. Dus daar zit een wisselwerking in. En dat is voor iedere gemeente op dit moment een uitdaging om daarin te goochelen. Ja, dank u wel. We gaan naar de laatste kijkersvraag, meneer De Pater. Waar komt het Stadspark van Ede? Ik ga geen scope verklappen ook. Ik ga het niet voor het eerst vertellen, hè, want collega Van der Schans die komt nog een keer naar buiten ermee. Hij staat in de planning volgens mij tegelijkertijd of na de aanpak van het museumplein of tevoren, dat weet ik niet precies. Hè, maar wij zitten hier in de lobby van het raadhuis van Ede. En als ik zeg hij komt achter mij, kom ik er dan mee weg. Dit is uw antwoord op een open kijkersvraag. Ja. Voordat we doorgaan, hebben we nog een laatste vraag aan onze twee experts hier aan tafel. Ik zei het net al, Ede is in 2018 uitgeroepen tot de gelukkigste gemeente van Nederland. Daar zijn we natuurlijk trots op. Wat zien jullie nu als de grootste uitdaging om zo'n positie te houden? Waar moeten wij nou hard voor gaan om te zorgen dat we de gelukkigste blijven? Vanuit uw perspectief, mevrouw Duivenvoorde. Als je doortrekt naar langer en gelukkig leven en ouder worden. Op de aarde zijn er een aantal plekken waar mensen nu al meer dan 100 worden. En niet één iemand, maar meerdere plekken. Dat heet Blue Zones. En er is onderzoek gedaan van wat maakt nu dat mensen daar zo goed en gezond en gelukkig oud worden. En dat gaat om voeding, hè, gezonde voeding. Maar het gaat eigenlijk, en dat is nog belangrijker, om zingeving. Een reden hebben we om op te staan, contact met elkaar te leggen. Dus ik denk als je als Ede daar bewust van bent en dat goed ophaalt. Van goh, wat zoekt onze inwoner en waar houden we, laten we hem gelukkig blijven. Dat is het belangrijkste. Dus ga op zoek naar blinde vlekken ook hierin. Ja. Oké, dank u wel. Meneer Rivier? Er vindt een strijd plaats tussen twee antwoorden in mijn hoofd. Dus ik ga ze misschien allebei proberen te geven. Dat mag, als het kort is. Vanuit onderzoek wat we onder andere ook zelf uitvoeren, ook in samenwerking met TNO. Het komt heel duidelijk naar voren dat een heel belangrijk onderdeel van levensgeluk heeft te maken met welvaart. Dus
Mijn eerste advies zou een soort van zou zijn, houd de focus op om te zorgen dat je welvarend blijft als gemeente. Dus blijf ook vernieuwend en zoek naar nieuwe manieren. Nadenken over nieuwe manieren waarop hier economie kan plaatsvinden. Nou, dat is een beetje een economisch verhaal. Misschien lijkt het over geld te gaan, maar het gaat echt over welvaart en economische positie van mensen. En dat is belangrijk voor levensgeluk en de mogelijkheden die je hebt. De andere kant is wat hier al is. En dat is de prachtige groene omgeving is echt echt iets om te... om te beschermen, om te koesteren. En wat volgens mij ook heel veel intrinsieke levensgeluk met zich meebrengt. Dus die twee dingen die staan soms op gespannen voet in ruimtelijke ordening. Dus daar liggen uitdagingen. Maar dat waren de twee antwoorden die in mijn hoofd meteen naar voren kwamen. Dank u wel. We gaan richting afronding. Maar voordat we weggaan, gaan we natuurlijk even kijken naar de... tekeningen die gemaakt zijn door Geert Gratema. Zijn die al beschikbaar, meneer Gratema? Hebben we al tekeningen? Kunnen we die in beeld brengen? Je mag blijven zitten. Kijk zo. Kunt u laten zien wat u getekend heeft? Kunt u er iets bij vertellen? Oh, ja, sorry, ik zag niet dat... dit is... grof gezegd, dit is een samenvatting van alles wat ik gehoord heb vanavond en... De dingen die mij opvielen en die mij de moeite waard leken om wat langer vast te leggen. Er is heel veel gesproken over natuur, dus het conflict tussen landbouw en natuur heb ik in deze tekening geprobeerd weer te geven. Moet ik iets harder praten? Dan, ik heb dit ding hier, ik zal wat dichter naar me toeschuiven. Ja, deze tekening gaat over het slimmer benutten van kleinere gebieden van natuur. Ik weet niet of er nog meer zijn. Ik heb er hier nog eentje. Maar die spreekt al voor zich, denk ik. Hè? Ja, die spreekt voor zich. Mooi. Al die tekeningen zijn terug te vinden op onze website. Die kunt u vanaf morgen waarschijnlijk daar vinden. Dank u wel. Wat is er, meneer Van Schans, ook weer even aangeschoven? Heeft ook even naar de tekening gekeken. Wat valt u op? Nou, wat me opviel, en dat is ook wel een beetje wat in het staartje van het vorige gesprek nog bleef hangen. Van, joh, zorg voor dat groene kapitaal, buit dat uit, maak daar gebruik van. Zorg dat dat zo blijft. En dat komt ook in dat eerste plaatje wat mij betreft terug, die combinatie van landbouw en natuur. En er zijn een hele hoop mensen die daar graag doorheen mountainbiken, langs fietsen, doorheen wandelen op een klompenpad of midden in het bos. Dat blijft me ook echt wel bij vanavond. Van, joh, let op dat groene kapitaal wat je hebt in je gemeente. En versterk dat ook naar 2040 toe in die omgevingsvisie. Ja. Dank u wel. Nou, dan komen we nu echt aan het einde van deze avond. Uiteraard bedank ik de gasten, deze drie, maar ook de andere drie die hier aan tafel zaten. Bedank u thuis voor het stellen van de vragen. We hebben er een aantal kunnen beantwoorden. De rest beantwoorden we nog op onze website. Nou, op die website kunt u ook deze uitzending terugkijken. Is ook het filmpje te zien en de presentatie die eerder gegeven is. En uiteraard de tekeningen. En niet onbelangrijk, vanaf vanavond is er ook een link naar een online peiling. Een peiling, een soort enquête met allerlei vragen over de toekomst van Ede. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk Edenaren die enquête invullen. Want dat helpt ons enorm bij het maken van de omgevingsvisie. Goed om te weten, over 2 weken, 3 februari, is er weer een uitzending over de omgevingsvisie, de tweede. Dan hebben we het over de opgaven waar Ede over staat. Daar zijn we vandaag mee begonnen, gaan we mee verder. En hebben we het ook over een aantal toekomstbeelden. Er zijn wat toekomstverkenningen gemaakt, een soort scenario's van hoe zou Ede zich kunnen ontwikkelen de komende jaren. En daar staan we bij stil en uiteraard hebben we ook de eerste resultaten van de peiling, van de enquête voor u. Voordat ik echt afsluit, meneer Van der Schans, nog een laatste woord als wethouder voor de omgevingsvisie. Graag het woord nog even aan u.
Ja, volgens mij hebben we vanavond kunnen zien wat die omgevingsvisie een beetje behelst. En ik zeg met nadruk een beetje. En want er zijn een hele hoop verschillende uitdagingen die we de komende jaren met elkaar zullen moeten aangaan. Landbouw, natuur, wonen, bedrijven. Maar denk ook aan infrastructuur. Hoe gaan we dat allemaal in onze mooie gemeente een volgende stap laten zetten? Ik denk dat dit een hele goede aftrap was vanavond om dat ook juist op een goede manier te bespreken met onze inwoners. Door corona digitaal, maar nog steeds een succes, denk ik. En ik wil met nadruk ook jouw oproep die je net deed. Jongens, vul die enquête in. Op de website kan iedereen dat doen. En hoe meer mensen in de gemeente Ede daar gebruik van maken, hoe sterker ons verhaal wordt om daar de komende jaren mee verder te gaan. Want die omgevingsvisie, die is niet van het gemeentehuis, maar die is van iedereen die in de gemeente Ede woont, werkt en verblijft. Dat was het voor vanavond. Bedankt voor het kijken en graag tot over 2 weken op 3 februari.